Een aantal weken geleden woonde ik een panelgesprek bij van Stichting Molux Historisch Museum. En vandaag ben ik in het zonnige Alblasserdam, waar ik het geluk heb om een klein gedeelte van de totale museumcollectie te mogen zien die opgeslagen is in deze container. We hebben hier eigenlijk gelijk een mooie knielhoed. Dat hebben de knielsoldaten vroeger gedragen tijdens de oorlog, onder andere. Ja, dat is eigenlijk meteen een goede opstap naar waarom Molukkers naar Nederland zijn gekomen. De grootste groep kwam in 1951 aan, nadat kniel in Indonesië gedemobiliseerd werd en eigenlijk de enige optie was om nog naar Nederland te komen. Voor een tijdelijk verblijf eigenlijk. Ja, en een belangrijk woord wat je gebruikt, dat is het woord tijdelijk. Ja, het was de bedoeling in eerste instantie om eigenlijk maar van 3 tot 6 maanden in Nederland te blijven. Maar uiteindelijk zijn we hier nog steeds na ruim 70 jaar. Hoe is bijvoorbeeld de opvang gegaan in Nederland? Nadat de Molukkers in Nederland aangekomen zijn, zijn er 90 woonoorden gekomen waar Molukkers verbleven. De bekendste daarvan zijn de concentratiekampen Westerbork en Vught bijvoorbeeld. Maar eigenlijk door heel Nederland zijn er verschillende woonoorden geweest. Die bestonden eigenlijk uit kleine kamers waar grote gezinnen, Molukkse gezinnen eigenlijk leefden. Dus wat moeilijke omstandigheden, maar... Ja. En dan zeg je het volgens mij heel netjes. Dat probeer ik het nog heel netjes te zeggen, ja. Reina die heeft net verteld over de reis die Molukkers hebben gemaakt naar Nederland toe. Wat zit allemaal in de collectie die we kunnen zien? Het bestaat behalve uit heel veel objecten die geschonken zijn door de gemeenschap. Uit archivalia, uit boeken, uit heel veel filmmateriaal, foto's materiaal. Audiovisueel, geluidsopnames, zoals uit Ambon, maar ook uit de woonorde. Prachtige objecten zoals die hier op tafel liggen. Ja, en het is heel belangrijk dat dit verhaal verteld blijft worden. Wat betekent deze collectie voor u? Mensen hebben dat meegenomen. Door die collectie kunnen we zeg maar, dat stukje cultuur, dat stukje geschiedenis vastleggen voor latere generaties. En dat is van belang. Ja, heel bijzonder om het alvast een gedeelte ervan te mogen zien. En dank. Graag gedaan. Voor het gesprek ook. Graag gedaan.